waar kies ik voor? Kies ik voor privacy? Kies ik voor gebruiksvriendelijkheid? Keuzes over kosten, keuzes over doorontwikkelen. Hoe vergelijk je dat met elkaar en wie maakt die beslissing? Heel veel keuzes en ik ga jullie de komende half uur neem ik jullie mee op reis en hoop ik dat jullie wat wijzer worden. Het is een hele interactieve sessie, dus voor de mensen die al Mentimeter erbij hebben gepakt, fantastisch. Heb je dat nog niet, ga naar menti.com en voer de code 3527251 in. Het staat ook in de chat. Jasmijn, onze moderator, die is in het wit geasseerd, die kun je goed bijhouden en daar kun je ook tegen kletsen. Waarom keuzes belangrijk zijn, meesten zullen het weten, maar mocht je dat nog niet helemaal doorhebben, dan heb ik even het volgende filmpje voor jullie. Hey, wat wil je drinken? Doe maar een frisje. We see this a lot. People who don't make choices. Innocent? Maybe. But what if it starts taking over your life? Doe maar een pakje. Doe maar een kapseltje. Doe maar een autootje. Doe maar een huisje. You can't live like that. Nou, zo zie je dus maar, keuzes maken is erg belangrijk en dat moet je niet aan het lot overlaten, als zie mijn kapsel. Ik ben hier vandaag niet alleen en ook jullie thuis zijn niet alleen, want we hebben drie mooie gasten aan tafel. Als eerste wil ik jullie voorstellen aan Suzanne Tessels, manager innovatie en integratie bij de ROC Amsterdam Flevoland. Welkom. Daarnaast Rens van der Vorst, hoofd van IT innovatie en technofilosoof bij Fontes. En tot slot Daan Franje, coördinator innovatie bij de Universiteit Utrecht. Welkom, fijn dat jullie zijn gekomen. Nou, we hebben jullie kort geïntroduceerd en nu ben ik natuurlijk ook wel erg benieuwd. Wie hebben wij in de zaal met wat kilometers ertussen? En eigenlijk mijn eerste vraag was dan ook, waar ben jij op dit moment? Ik zie dat de meeste mensen thuis zijn, mooi, gelukkig. Deventer zie ik voorbij komen. Aalsmeer, Groningen, een mooie verdeling. Ik hoop dat iedereen veilig zit thuis en in een goede gezondheid. En eigenlijk naast waar jullie vandaan komen ben ik ook wel erg benieuwd in welke sector jullie actief zijn. Dus ben je actief binnen een mbo-instelling, een hogeschool, een universiteit? Rens, mag ik jou vragen, hoe ben jij hier gekomen? Met de auto. Oké. Ja. Zijn er nog mensen met het openbaar vervoer? Ik ben met de trein gegaan, dus ik had mijn mondkapje mee. Mooi, mooi. En Suzanne, werk jij thuis of werk jij nu echt vanuit huis ook continu? Ik werk denk ik 90% vanuit huis. Mooi, ja. Oké, goed. Ja. Mooi. Nou, als we kijken dan naar de zaal, dan zijn het voornamelijk hogescholen, iets minder mbo-instellingen. En een mooie verdeling. Dus voor ieder wat wils. Wij hebben het hier aan tafel ook mooi verdeeld met een universiteit, een hogeschool en een mbo-instelling. Ik ben ook wel benieuwd naar jullie functie. Geef je functie in. Ben je bestuurder, informatiemanager, docent, AIVD? Mag je er wel of niet over praten? Laat het ons weten. Rens, technologiefilosoof. Wat moet ik daaronder verstaan? Wat je eronder moet verstaan is dat ik mensen laat nadenken over de impact van technologie. Zowel studenten als docenten als het werkveld. En daarmee is dat eigenlijk denk ik een van de allerbelangrijkste functies binnen een hogeschool die je kunt bekleden. Oké, okay. Ja. Dat lat ligt hoog. Ja. Nou, als ik dan kijk wat er in de zaal zit, dan zie ik een relatiemanager, onderwijskundige, architecten, adviseurs, managers. Mijn manager, dat is dan wel weer een spooky, hoofdonderwijs en onderzoek. Nou, een mooi verdeeld veld. Fijn dat jullie er zijn en ook goed om te weten dat dat niet één groep is, maar een diverse groep. Ik denk dat het ook wel van belang is bij de stellingen, dat er meerdere invalshoeken zijn waar we naar kunnen kijken. Ik wil dan ook overgaan tot de eerste stelling en die wil ik eigenlijk inleiden. Sinds corona zien we dat er een kleine boost aan gebruik van applicaties, online applicaties, hè, of het nou VC of samenwerkingstools zijn. Mensen proberen hun eigen weg te vinden, zowel studenten als docenten. En de eerste stelling is dan ook als volgt, en jullie kunnen thuis gewoon meedoen. Als instellingen heb je de taak de gebruiker tegen zichzelf te beschermen.
Rens, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja, ik ben het daar niet mee eens. Nee, ik vind dat ook, het klinkt ook een beetje betuttelend. Ik denk niet dat het een taak is van een instelling om gebruikers steeds zichzelf te beschermen. En misschien is het wel de taak van de instelling om gebruikers niet te verleiden het verkeerde pad te kiezen of zo, of dat te makkelijk te maken. Maar om gebruikers nou tegen zichzelf te beschermen, ja, dat kunnen ze prima zelf, denk ik. Is dat zo, Daan? Kan de gebruiker zich goed zelf beschermen? Ik sta er iets genuanceerder in. Ik denk, wanneer je als instelling ervoor kiest om bepaald onderwijs aan te bieden, dat je ook wel de verantwoordelijkheid moet pakken om dat op een veilige manier te kunnen aanbieden. Daarbij hoort ook goede instruering richting je gebruikers toe van hoe kun je nou zo'n tool veilig inzetten. Ik ben het wel met je eens dat je een grijs gebied hebt genaamd eigen verantwoordelijkheid. Hè. In hoeverre kunnen gebruikers zelf hiermee aan de slag en ook voor zichzelf bepalen wat wel of niet veilig is. Oké. Suzanne, als je kijkt naar wat de mensen thuis aangeven, verrast het jou dan? Ik kan het niet heel goed lezen, maar 64 zeggen nee, maar de instelling moet wel kaders meegeven. Dat staat er, denk ik, hè? Ja. Dus, blijft het bij die kaders? Ja, ik denk dat ik het daarmee eens ben. Kijk, je kunt als instelling natuurlijk nooit de illusie hebben dat je alles weet wat er is. Hè? Dus wij kunnen van alles verzinnen en overal regels voorgeven. Maar uiteindelijk is er op internet veel meer te vinden dan wij misschien beeld bij hebben. Ik denk wel dat wij de verantwoordelijkheid hebben om uit te leggen wat je wel of niet, of nou, hoe je een keuze maakt. Oké. Okay. Ja. En die kaders, gaat dat dan ook zover tot, als men zich niet aan het kader houdt, moet je dan zaken verbieden? Nou, ik denk niet, dat kunnen we wel doen, maar ik denk nooit dat dat helpt. En ik denk dat verbieden zelfs een averechts effect kan hebben. Rens, heb jij wel ooit iets verboden? Aan mijn kinderen heb ik heel vaak dingen verboden. En zijn jouw leerlingen net zoals jouw studenten? Mijn leerlingen verbied ik over het algemeen hun telefoon erbij te pakken tijdens de les. Okay. Dus dat doe ik ook. En als ik kijk naar die antwoorden, denk ik, ja, dat is ook een beetje de makkelijkste weg. En, ja, we moeten wel kaders meegeven, maar de echte discussie gaat natuurlijk om welke kaders dan en welke kaders niet. Dus dat vind ik wel interessant. En ik denk dus nog steeds dat je niet te veel kaders mee moet geven. Nee. En is het dan ook wel eens, dus als je die student tegen zichzelf beschermt, of als instelling eigenlijk, dat je daar zelf tegen grenzen aan loopt? Dus dat je het wel zou willen, maar dat niet lukt vanwege de technologie of omdat dan het onderwijs stil komt te liggen? Ja, ik kan daar zo niet meteen een voorbeeld bij bedenken. Ik denk dat wij heel weinig de student tegen zichzelf beschermen. Ik ben ook bang dat als je mensen te veel probeert te beschermen tegen zichzelf, wat dat ook mogen zijn, dat ze dan een andere omweg kiezen. Kijk, als ik bijvoorbeeld ergens bestanden moet opslaan en het is ingewikkeld en ik moet 2-factor authenticatie doen en ik moet een hele lange ingewikkelde wachtwoorden intypen en allemaal om mijzelf te beschermen, dan denk ik, weet je wat, ik gebruik gewoon wel Google Drive of zo. Ja. Wordt het interessanter van. Ja, en dan bereik je het tegenovergestelde. Dus je moet dat eigenlijk oppassen. Inderdaad, wat je zegt, door te ver te gaan, kan je het tegenovergestelde bereiken van die bescherming. Ik heb een vraag van Elske Vijs. Elke Vijs van de Schoot. En die vraagt, en die stel ik aan jou, Daan. In hoeverre heeft een 17-jarige de keuze wanneer een instelling kiest voor een bepaalde e-tool en zich daar niet veilig bij voelt? Hoe ver is die vrijheid van die student? Dat hangt natuurlijk vanaf hoe een instelling het benadert. Ik denk dat er heel erg een tendens is dat de gebruikersgroep zich, vooral in de tijd waarin we nu zitten, zich veel kritischer opstelt ten opzichte van de tooling die wordt aangeboden. Dat ze ook veel meer begaan zijn met privacy, meer op de hoogte zijn van de AVG. En daarbij ook een beroep doen op hun eigen rechten die ze daarin hebben. Vind ik een lastige vraag. Je kiest er als student voor om aan een bepaalde instelling te studeren. Daarbij heb je ook een soort van vertrouwensrelatie met de instantie. Maar ik vind het wel belangrijk dat gebruikers ook wel kritisch kunnen blijven op de instelling waarop ze zitten. En daarbij kritische vragen mogen stellen over een bepaalde tooling die wordt aangeboden. En Suzanne, bijvoorbeeld zie jij op jouw instelling of binnen jouw sector, zie jij die groep van kritische gebruikers die soms zeggen hoofd stoppen van de bel trekken of tegensputteren, zie jij die groeien of blijft die gelijk? Of is het juist andersom, hè? Dus dat de instelling juist meer op de rem trapt? Nou, het leuke is, we hebben onlangs bij een van onze colleges een pilot met proctoring gedaan. En daar is het thema privacy ernstig aan de orde geweest.
En dat is heel erg gaan leven. Dat is wel een mooi voorbeeld van hoe dat, zeg maar, door het over te hebben. Ja. Dat je dat met elkaar ook goed bespreekbaar maakt. En het werd uiteindelijk misschien wel te pas en te onpas erbij gehaald. Maar ik vind het sowieso een belangrijk thema om bespreekbaar te maken. Mooi. Dus zeker, zodra je het bespreekt, gaat het ook ernstig leven. Ja, dat zien we wel. Goed. En Rens, jij ziet dat natuurlijk anders? Of sluit je aan bij die beleving van studenten? Nee, ja. Dat is ook weer heel wisselend. Ik denk dat er allerlei verschillende gevallen zijn. Ik denk dat er studenten zijn die zich oprecht zorgen maken over hun privacy. Ik denk dat er studenten zijn die denken, ik kan via privacy een bepaalde ander gevecht uitvoeren met mijn instelling dan voorheen. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat privacy is ook heel erg contextueel. Dus zeg maar, als jij op het vliegveld wordt gecontroleerd en iemand zit in je tas, dan kun je toch voelen dat je privacy wordt gewaardeerd of wordt gerespecteerd. En als hetzelfde gebeurt in de trein, helemaal niet. Nee. En dat vind ik vaak heel ingewikkeld, hè? Want je hebt dus studenten te maken die allerlei kritische vragen stellen over het gedrag van een instelling, terwijl ze tegelijkertijd gewoon die vragen organiseren in een WhatsApp-groep. Ja. En waarvan ik dan denk van, ja, hoe zit dat nou precies? Ja. Dus. Oké, okay. Ja, een lastig dilemma. Ja. Maar dat brengt ons ook meteen bij de volgende stelling. Dat is eigenlijk ook een beetje wat jullie alle drie net aanstipten. Wat nou als het gebruikersgemak van dien aard is dat het eigenlijk prevaleert boven, bijvoorbeeld, en dan zal ik het heel specifiek maken, boven privacy. We weten allemaal dat als je een goede werkbare applicatie, app of van mij wat hardware hebt, waar het gebruikersgemak hoog is, nou, dan heeft het een kans van slagen om ingezet te worden en zijn doel te functioneren. De stelling is dan ook, gemak van de gebruiker gaat soms boven privacy. Dan, hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk dat dat zeker gebeurt. Ik denk ook dat het zelfs in bepaalde mate essentieel is om bepaald onderwijs te kunnen toetsen. Met name als je wilt innoveren, moet je ook jezelf de tijd gunnen om iets te kunnen uitproberen, om die didactische meerwaarde te kunnen toetsen. Daarbij is het gemak voor de gebruiker natuurlijk heel belangrijk. Je wilt niet in die fase al meteen tegen een privacymuur oplopen. Dus ja, ik denk dat het in veel gevallen gebeurt. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je niet blind staart op het gemak van de gebruiker. En dat je dus in een latere fase dan weer tegen die privacymuur oploopt. En dan een bepaalde afweging moet maken wat de nadelen gaat van het onderwijs. Ja. Dus je moet de juiste balans zien te vinden, denk ik. Oké. En lukt die balans vinden bij jou, Suzanne? Ja, het is soms wel heel erg lastig. Want je merkt gewoon dat er soms echt vragen zijn om tools waarvan we weten, die willen wij niet centraal beschikbaar stellen. Nou, dan moet je toch redelijk je rug recht houden om ook te zeggen, ja, weet je, dat gaan we gewoon niet doen. We gaan hem niet centraal ondersteunen, niet centraal koppelen. Levert vaak pittige discussies op. Maar ik denk ook wel dat we daar zelf heel kritisch over moeten zijn en blijven. En dan ook moeten kijken van welke alternatieven zijn er. Dat we daar wel echt mee helpen richting het onderwijs. En als dan de gebruiker, de student of de docent aan het eind van de dag zegt, ja, maar dat vind ik toch echt een makkelijkere videoconferencing tool waar breakout sessies in zitten, maar er zit geen verwerkersovereenkomst bij. Wat is dan de eindstand? Dan zeggen wij, doen we het niet. Rens, werkt het ook zo bij jou? Ja, ik denk als je naar die stelling kijkt, dan kun je langs twee kanten natuurlijk benaderen. Dat, als ik hem benader vanuit de instelling, dan herken ik jullie antwoorden. Als ik hem benader vanuit de gebruiker, dan is het denk ik gemak van de applicatie gaat altijd boven privacy. Dat zie je gewoon. Het is makkelijker om even te klikken op I agree, dan al die privacyvoorwaarden te lezen. Ja. Het is applicaties die gewoon lekker makkelijk zijn, doen het altijd veel beter dan applicaties die heel erg privacy georiënteerd zijn. Dus vanuit het publieke domein ben je heel erg gewend dat applicaties super gemakkelijk zijn. Ja. En dat zorgt er wel voor dat als je dat in de instelling komt en het werkt dan wat minder makkelijk, omdat ook privacy moet worden gewaardeerd en al die dingen, dan leveren we dan soms wel een beetje een achterhoedegevecht, heb ik het gevoel. Ja. En dat sluit aan bij een opmerking en een vraag eigenlijk die Marieke Drex-Hagen stelt. Is het iets wat je alleen voor jezelf kunt beantwoorden? Hè? Hoe belangrijk of onbelangrijk je gebruikersgemak vindt ten opzichte van privacy? Maar kun je dat ook voor een ander bepalen? Privacy is immers een mensenrecht.
En maakt het dan uit of het in een pilotfase misgaat of dat het in een productiefase goed op orde moet zijn? Nou, ik denk dat privacy is weliswaar een mensenrecht, maar daaronder zit natuurlijk wel de wet op de gegevensbescherming. En privacy speelt zich steeds meer af in het informatiedomein. Dus die wet op de gegevensbescherming is steeds belangrijker. Ja. Dus je kunt het niet altijd voor een ander bepalen of voor jezelf bepalen, want je bent ook gebonden aan de wet. Je kunt natuurlijk wel nadenken over hoe strikt wil ik die wet naleven en waar zit de speelruimte daarin. Dus ik denk als instelling mag je het soms best voor een ander bepalen, want je moet als instelling gewoon voldoen aan de wet. Dat lijkt me echt heel duidelijk. Ja. In het publieke domein zou ik dat veel minder snel voor iemand anders bepalen. En probeer je mensen meer bewust te maken van de gevolgen ervan. Ja. Ja. Nou, volgens mij, als je kijkt naar de resultaten van de mensen thuis, weer redelijk eenduidig hoe zij daarnaar kijken. Verrassend of niet verrassend, weet ik niet. Ik had misschien zelf wat meer spreiding verwacht. Dan, hoe was jouw beeld binnen de community, hoe tegen dit vraagstuk aan wordt gekeken? Gebruikersgemak versus privacy soms? Ik denk, het is heel lastig, want het is natuurlijk heel subjectief. Hè? Je hebt te maken met verschillende belangen, maar ook verschillende perspectieven. Dus ja, het is ook de vraag van wie bepaalt het dan? Hè? Wie bepaalt of gemak of het waarborgen van privacy voorgaat? Ja. En ik denk dat de meningen daarin heel erg verschillen en wat Rens ook terecht zet. Je hebt gewoon een wet waarin je moet voldoen. En met die wet moet je ook gaan spelen en creatief zijn van wat kan ik dan nog toegeven? Ja. Om wel dat gemak van de gebruiker ook een beetje aan bod te laten komen. En op deze manier wel beide kanten mee te nemen. Ja. Oké, okay, mooi. Nou, dan gaan we alweer naar de laatste en derde stelling. En dat is op zich wel een mooi bruggetje. Die strikte naleving, hè, net is de AVG al genoemd, maar er is natuurlijk meer wet en regelgeving als je kijkt bijvoorbeeld naar inkoop en legal en beveiliging. Die strikte naleving van wet en regelgeving door instellingen belemmert in de praktijk innovatie in het onderwijs. Suzanne, hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat het wel zo is, of dat het op zijn minst vertraagt. Er zijn best mooie oplossingen waarvan je denkt, nou, die zou ik graag willen gebruiken. Maar op het moment dat je ziet dat we daar qua verwerkersovereenkomst niet mee uitkomen, dan moeten wij op dat moment zeggen, vind ik als instelling, gaan we niet mee in zee. Maar dat betekent niet dat het eindstation is. Dat betekent ook dat je soms in onderhandelingssituaties komt. In onderhandelingssituaties rondom met een leverancier, rondom zo'n verwerkersovereenkomst. Ja. Nou, dat kan best vertragend werken. Aan de andere kant denk ik ook, waarom trekken we niet met elkaar als instellingen daar veel meer samen in op? Dat we daar meer één front in gaan vormen. Ja. Heb jij voorbeelden waarin dat is gelukt op grotere of kleinere schaal? Dus waardoor je met in samenwerking met partners een leverancier, een innovatieve leverancier, hè, waar je qua gebruiksgemak en qua applicatie of innovatie tevreden mee bent, juridisch misschien nog niet helemaal? Wel een voorbeeld met een proctoring tool zijn we er wel uitgekomen nadat het in eerste instantie leek dat gewoon helemaal niet ging lukken. En dat heeft gewoon wel wat onderhandelingen gevergd, zeg maar. Oké, okay. Ja. Mooi. Daan, hoe zie jij dat? Blokkeert het een het ander? Ik denk van wel. Ik denk, wat Suzanne ook terecht aangeeft, dat het sowieso het proces kan vertragen. Soms ook kan tegenhouden. Het verschilt heel erg per situatie. Ik sluit me overigens helemaal aan bij Suzanne wat betreft het gezamenlijk vanuit verschillende instellingen een uniform beleid hanteren op het gebied van privacybeleid. Met name in de grote lijnen, zover dat kan. Dat je op die manier ook een daadkrachtig, maar ook een transparant signaal naar leveranciers kan geven van dit wordt er van jullie verwacht en dit is de compliance die wij verwachten. En daarmee creëer je denk ik ook een incentive voor leveranciers om daarmee aan de slag te gaan. Ik vind overigens niet dat het altijd hoeft te botsen. Ik denk dat de synergie tussen enerzijds het onderwijsdomein en het innovatiedomein superbelangrijk is. Die moeten met elkaar in gesprek kijken van nou, wat is nou de balans die we kunnen vinden hierin. En wat kunnen we afwegen ten opzichte van elkaar. En hoe kunnen we samen tot een bepaalde besluit komen. Ja, mooi. Rens, zie je dat die balans waar Daan refereert, is die op orde? Is die yin en yang? Is die in evenwicht? Of heb jij een wens? Ja, nee, ik denk niet dat die in evenwicht is, denk ik. Nee. Ik denk sowieso dat strikt iets naleven nooit zo'n goed idee is. Ik denk dat het eigenlijk beter is om ze nu en dan
wat vaker om vergeving te vragen en wat minder vaak om toestemming. Dat is meer mijn mening. Ja. En ik denk ook heel erg dat als je eigenlijk naar een instelling kijkt en als je kijkt naar de dwingende noodzaak om innovatief te zijn, is volgens mij een stuk kleiner dan de dwingende noodzaak om compliant te zijn. Als je niet voldoet aan security, of als je een groot security lek hebt, of als je een groot privacy break hebt of zo, is een veel grotere impact dan als je niet innovatief genoeg bent. Kijk, dat je met Zoom bijvoorbeeld iets minder goed kan videoconferencen, dat is vervelend. Maar als er iets zou gebeuren met privacy, dat komt pas echt in de krant. Ja. Dus die balans die is helemaal uit het lood geslagen, volgens mij. En tenslotte denk ik dat het wel goed is om ook aan te geven dat ik ook zie bij innovatieve bedrijven dat ze sneller met hun educatieve diensten naar commerciële opleiders gaan. Of naar de Shell of naar een groot bedrijf. Ja. Omdat ze daar gewoon klein en snel binnen kunnen komen. En minder tegen Europese aanbestedingen, regels, et cetera, aanlopen. En sneller gewoon aan de slag kunnen. Slagvaardiger. Dus ik denk dat vooral het woord strikt is, denk ik, waar het om gaat. Ja. Herken je dat ook, Suzanne? De striktheid waarmee het innovatie wel of niet de das omdoet of op zijn minst vertraagt? Ja, maar wat Rens ook zegt, je wil niet met je neus in de krant staan omdat er ergens iets gebeurd is. Waar de vinger op gelegd wordt. Dus ja, dat herkennen we wel. Ja. Ja. En dan het dilemma, hè? Ik bedoel, Zoom is een mooie uitvergroot applicatie die ook in allerhande media naar voren is gekomen. Ook, hè? Niet onderwijs of ICT, tech mensen. Zou Zoom diezelfde verandering nu hebben doorgemaakt met het bijklussen van de security en de security organisatie? Als zij niet zo onder een vergrootglas hadden gelegen en de reuring die was ontstaan, is het ook niet ergens goed voor? Ik denk wel dat het ergens goed voor is geweest, ja. Ja, ik denk ook wel dat, wat ik al zei, als we van tevoren echt ongelooflijk duidelijk zijn wat onze eisen zijn voordat wij iets in gebruik willen nemen, dat in elk geval richting leveranciers een stukje duidelijkheid en versnelling kan opleveren. Maar ik begrijp ook dat er misschien kleine start-ups zijn die daar ongelooflijke problemen mee kunnen hebben. Ja, en merk jij dat ook, Daan, het verschil tussen de grotere leveranciers ten opzichte van kleinere leveranciers die moeilijker die slag kunnen maken, hè? Wel dat innovatieve karakter, hè? Misschien heel romantisch op een zolderkamertje, misschien met een baanbrekend volgend iets voor het onderwijs, maar die misschien niet 2,5 FG in dienst heeft, waarmee misschien de deur op slot kan, of is dat overdreven? Nee, ik denk dat je het eigenlijk heel goed verwoordt. Als kleine start-up heb je natuurlijk sowieso minder mankracht om te kunnen complyen aan alle eisen die we stellen. Het voordeel denk ik van een kleine onderneming is natuurlijk dat je wel persoonlijke contact hebt en misschien ook sneller kan schakelen en daarmee ook bepaalde issues sneller kunt oplossen onderling. En kijk naar het voorbeeld Zoom. We hebben natuurlijk een gezamenlijk front gevormd vanuit Nederland richting Zoom. Waarin je in eerste instantie verwacht, als individuele instantie ga ik niks bereiken met Zoom. Dat is zo'n ontzettend groot bedrijf. Nou, dan zie je toch als je dan er gezamenlijk achter staat dat je wel daadwerkelijk iets teweeg kan brengen. Met kleinere leveranciers is dat natuurlijk anders. Dan kan dat veel meer op persoonlijk vlak en kun je ook wat meer daarin spelen. Ja, dus beide in dat geval ook voor- en nadelen en keuzes die je moet maken. Ja. Mooi. Als ik zo naar de chat kijk, was ik ook erg benieuwd wat de leverancier IKEA en robotstofzuigers bij jou teweeg heeft gebracht, Rens. Misschien jij daar iets meer over uitweiden? Volgens mij doelt dat op het verhaal dat een van de grotere leveranciers van robotstofzuigers, Roomba, ja, die hebben een product op de markt gebracht wat eigenlijk op het moment dat je het in gebruik neemt ook je woonkamer in kaart brengt. Een plattegrondje en probeert om je meubels te herkennen, wat voor meubels je in huis hebt. En daar geef je ook gewoon goedkeuring aan op het moment dat je dat ding in gebruik neemt. En je kunt natuurlijk wel ervoor zorgen dat het niet kan. Door bijvoorbeeld de internetverbinding eraf te halen, maar dan doet hij het minder goed. En als je dat soort digitale aspecten nou naar analoog brengt, en dus jij komt op een gegeven moment thuis, Vladimir, en dan heb je jouw werkster, of werker. Ja, ben ik zelf, maar ga door. Ja. Nee, maar iemand, stel dat je een domestic help hebt, en die is jouw huis aan het fotograferen, en die staat plattegrondje te tekenen. En dan vraag je, wat ben je aan het doen? En dan zegt hij van, ik ben plattegrond aan het tekenen, ik ben aan het kijken wat voor meubels je hebt. En ik behoud me het recht voor om dat te verkopen aan een derde partij. Ja. Wat doe je dan? Einde oefening. Ja. En waarom accepteer je dat niet van een echt mens, maar wel van een
robotstofzuiger. Ja. Waar je ook nog €500 voor betaald hebt. Ja. En als hij dan, als je zegt van dat wil ik niet, dan zegt hij, dan doe ik het niet zo goed. Ja. Dus hij chanteert jou ook nog. Dus zeg maar die rare verhouding die wij hebben met privacy en gebruikersgemak, want ik denk dat die daaraan gekoppeld is, die slaat dus echt heel erg door richting gebruikersgemak. Ja. En Joris Aert zegt daar wel wat anders aardigs over, wat er misschien aan geleerd is. Het onderhandelen met zo'n leverancier, de werker of werkster thuis, of een grote leverancier. Hè, tegen de een spreek je wat makkelijker dan de ander. Dat heeft deels met marktwerking te maken. Hoe ga je daar dan mee om? Dus hè, hoe krijgen we de grote spelers? Nou, we hebben allemaal de grote techbedrijven, die kennen wij. Hoe ga je daarmee om? Of moet je dan soms ook je verlies nemen? Of is het een principieel iets waar je, eigenlijk kom je dan weer op stelling 1, waarin je aangeeft, ja, misschien is het te groot om tegen te onderhandelen en is het enige wat je kan is met je voeten spreken. Hoe zie jij dat, Suzanne? Ja, of toch de krachten bundelen, want met elkaar zijn we wel heel groot. Heel goed, je geeft niet op met elkaar, mooi. Ja. Mooi. Oké. Okay. Ik ga afsluiten. Ik wil jullie ten eerste hartelijk danken voor jullie openheid en jullie inzichten over de vraagstukken. Ik wil jullie thuis bedanken voor het meedoen en de mooie en de leuke vragen die jullie stellen. Het zijn heel veel keuzes, we hebben gemerkt. Het moet in balans zijn. We maken ze continu, impliciet en expliciet. We komen ook terug op keuzes die kunnen veranderen. Het zijn volgens mij een stuk of 30.000 keuzes die we de hele dag doornemen. Niet allemaal, allemaal bewust, gelukkig, maar dat kom je neer op iedere 3 seconden. En ik wil dan ook afsluiten met de vraag, en gebruik daar vooral de chat voor binnen de applicatie. Welke keuzes ga jij morgen bewust nemen? Ik dank u en ik zie u hopelijk volgend jaar weer terug. En anders kiest u wat anders. 'Word jij wel eens omvergeblazen door de veelheid aan superhandige tools voor onderwijs? Of zie je soms net als ik door de bomen het bos niet meer? Nou, dat is precies de reden geweest dat wij iets hebben gemaakt om je te helpen te navigeren door de jungle aan tools. De Teacher Toolwheel en de Student Toolbox. In deze 2 tools over tools hebben we alle handige apps geïndexeerd op basis van hun gebruik. Dus in plaats van een app als vertrekpunt te nemen, beginnen we met wat je nu eigenlijk precies wilt doen. Kijk even mee. Dit is de Student Toolbox. Aan de rechterkant zie je een lijst van alle dingen die een student mogelijk zou willen doen als het gaat om onderwijs. Bijvoorbeeld een video opnemen, een document schrijven of een podcast maken. Als je hier met je muis overheen gaat, laat de tool automatisch zien welke apps je hiervoor het best kan inzetten. En natuurlijk werkt deze interactie ook andersom. In de Teacher Toolwheel hebben we een extra laag toegevoegd. Eerst vragen we je na te denken over wat je wil dat je studenten gaan doen. Stel je eens voor dat je ze wil laten discussiëren. Je klikt op het betreffende stukje van de taart en je wordt automatisch doorgeleid naar een mooi overzicht van alle apps die je hierbij kunnen ondersteunen. Daarnaast heeft elke pagina aan de rechterkant een lijst met inspirerende werkvormen die natuurlijk ook weer interactief de gerelateerde apps tonen. Verder hebben we alle apps gesorteerd op basis van een licentie. Op het eerste licentieniveau gaat het om apps die beschikbaar zijn binnen ons eigen online leerplatform Canvas. Het tweede licentieniveau bevat alle apps waar we wel een licentie voor hebben, maar die niet binnen ons online leerplatform beschikbaar zijn. Ten slotte gaat het bij het derde licentieniveau om apps die we niet een licentie hebben of die gewoon gratis beschikbaar zijn. Let hierbij wel op de privacyrichtlijnen van de AVG. Beide tools zijn beschikbaar via ons platform voor online onderwijs op onze universiteitswebsite. Mocht je verder willen kletsen over hoe wij deze ontwikkeling van deze tools over tools hebben aangepakt, of heb je misschien interesse om zelf zoiets te bouwen, laat het dan even weten. Succes en bedankt voor het kijken. Hallo, wij zijn D2L. Bij D2L weten we hoe belangrijk samenwerking en groepswerk vandaag de dag in het onderwijs is. Studenten leren effectiever als ze in staat zijn om hun leerproces in eigen hand te nemen en samen problemen op te lossen. Daarom heeft D2L de Microsoft Teams Course Connector uitgebracht. Hier volgt een korte demonstratie.
Op de startpagina van de cursus staat een widget, van waaruit de docent het proces kan starten om de cursus te verbinden met Microsoft Teams. Als de docent het team gaat aanmaken, kan de docent daarbij kiezen of studenten zelf groepen kunnen aanmaken in Teams. In Microsoft Teams wordt onmiddellijk een team aangemaakt gebaseerd op de naam van de cursus. De studenten worden automatisch gesynchroniseerd tussen Brightspace en Microsoft Teams. Hier is een overzicht van de huidige studenten in de cursus. Op de achtergrond is de verbinding gelegd en het team wordt aangemaakt. Laten we het eens gaan bekijken vanuit Microsoft Teams. In Teams krijgt de docent een overzicht van de teams en binnen enkele seconden zou daar ook het team Science 1 bij moeten komen. Het team is nu automatisch gecreëerd en gesynchroniseerd. In het team Science 1 hebben nu alle studenten toegang om samen te werken in een bekende omgeving. Hier is het overzicht van alle gesynchroniseerde gebruikers. In het team wordt ook nog een link naar Brightspace aangemaakt, zodat studenten eenvoudig tussen beide systemen kunnen schakelen. Eenvoudig, flexibel en slim. Dat is de Brightspace Microsoft Teams Connector. Voor meer informatie of een demo, bezoek de surfpagina om een demo te boeken of neem contact met ons op. Digitalisering roept steeds meer vragen op. Vragen als: van wie is de data die in al die digitale leersystemen zit? Hoe betrouwbaar zijn de algoritmes die leerprestaties beoordelen? En is het wel goed om zoveel mogelijk te monitoren? Hoe ver gaan we met online proctoring? Dit zorgt voor zorgen over belangrijke publieke waarden in onderwijs. Worden veiligheid, privacy en autonomie van leerlingen en docenten wel voldoende gewaarborgd? Het lijkt soms alsof digitalisering ons weinig keuze laat. Maar we willen ook niet alles zomaar accepteren. In feite laten deze voorbeelden zien dat digitalisering in het onderwijs niet zonder ethische keuzes kan. Het Ethiek Kompas helpt je die keuzes te maken. Keuzes die zijn gebaseerd op de waarden die het onderwijs zelf belangrijk vindt, niet op waarden die de technologie zelf binnenbrengt. Ga met je team aan de slag met een ethische vraag. Een vraag als: is het goed om studenten via de webcam te volgen bij het thuis afleggen van toetsen? Samen geef je argumenten voor en tegen, weeg je waarden en formuleer je een antwoord. Als je alle stappen in het Ethiek Kompas hebt doorlopen, ligt er een helder rapport. Zo kun je alles nog eens rustig nalezen. Succes! Mm-hmm.